anders, want als we naar buiten kijken, dan lijkt het wel lente. Heel veel voordelen, maar ook heel veel nadelen. Zeker voor de mensen die een allergie hebben. Vandaar dat we daar toch even wat dieper op in willen gaan. En dat doen we met niemand minder dan Mark Danen van het ziekenhuis Oost-Limburg. Een heel goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent pneumoloog. En wat doe jij precies? Wel, als longarts heb je ook veel te maken met allergie. Ja. En hooikoorts is een vorm van allergie. Dus deze dagen hebben we veel patiënten die daar last van hebben. Ja, en vroeger dan anders eigenlijk, hè? Ja, ik weet niet of je dat mag zeggen. Het is elk jaar wel vanaf februari dat de eerste bomen beginnen te botten. Maar nu, door het mooie weer, komt het wel allemaal een beetje samen. Ja, ja. Klopt. Want alles, alles blijft in de lucht hangen, hè, want het regent heel weinig en het waait bijna niet. En dan uiteindelijk krijgen mensen last van verschillende allergieën. Welke zijn dat zoal? Je hebt net hooikoorts al genoemd. Ja. Is dat de belangrijkste? Dat is het meest voorkomende. Dus als je allergisch bent aan stofjes die we inademen, dat kan zich op drie manieren manifesteren. We kunnen daar eczeem van krijgen, dat zie je meer bij kinderen en baby's. Ja. Je kan daar hooikoorts van krijgen, waar de meeste mensen last van hebben. En als het zich meer op de luchtwegen manifesteert, dan noemen we het astma. Oké, ja. En uiteindelijk is dit dan een heel vervelende periode voor die mensen. En hoe uitziet dat dan? De meest voorkomende symptomen van hooikoorts. Hooikoorts is eigenlijk een heel slecht gekozen naam, want het heeft niks met hooi te maken, het heeft niks met koorts te maken. Het gaat om een allergie ter hoogte van de ogen en of de neus, die zich manifesteren door jeukende ogen, lopende ogen, verstopte neus, niezen en neusloop. Ja, heel vervelend eigenlijk, hè, als je dat hebt. Want, en kan je daar zelf ook slecht door voelen, buiten dan het feit dat het opspeelt? Als je er flink te pakken hebt, dan ga je inderdaad ook algemeen. Je gaat moe zijn, je gaat wat minder energie hebben. En dat kan een hele periode van de lente duren. Dus dat is wel een heel vervelende aandoening. Ja. En kan je daar iets aan doen? Binnenblijven, is dat een optie? Je kan de pollen eigenlijk niet echt vermijden. De enige plaats waar geen pollen zijn, is ofwel aan de kust, ofwel boven de bomengrens in de bergen. Maar overal in België ademen wij pollen in. En je kan ze dus niet ontlopen, maar ze zijn wel vrij goed. Enfin, het is te behandelen. Er zijn vrij goede behandelingen voor allergieën. En wat voor behandelingen zijn dat dan? Wel, je kan het lokaal behandelen door middel van oogdruppels of neussprays. Of je kan ook antihistaminica nemen, dat zijn pilletjes tegen allergie. En dan zijn er ook patiënten die in aanmerking kunnen komen voor een desensibilisatie, waarbij je dus in contact wordt gebracht met het product, telkens opnieuw aan een hogere dosis, om je lichaam te leren. Antistoffen te laten maken. Om daar een soort, wel tegenovergestelde van antistoffen. We hebben al antistoffen door de allergie, maar die raken we dan kwijt op die manier. En op die manier kan je genezen van een allergie. Dus dat is mogelijk? Dat is dus mogelijk. Zover staat de wetenschap al dat mensen genezen kunnen worden van een allergie? Dat kan, maar dat is maar weggelegd voor een minderheid van de patiënten. Het zijn vooral jonge mensen die heel veel last hebben en die dan maar allergisch zijn aan één of twee zaken. Als je veel allergieën hebt, dan is dat moeilijk te realiseren. Nu, je kan ook op latere leeftijd een allergie kweken, zou ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Dus meer en meer mensen krijgen allergie. Er zijn bepaalde theorieën over. Fijn stof is zeker een oorzaak. Het is bewezen dat fijn stof de pollen plakken op het stof, als het ware. En op die manier worden ze nog meer verspreid en komen ze waarschijnlijk ook beter in de longen. Ja. Dus luchtverontreiniging is mee verantwoordelijk dat er meer en meer mensen last hebben van allergie. Ja, okay. Klopt. Dus ik kan op mijn leeftijd ook nog gewoon een allergie aanmaken? Oh, ik zie soms mensen van 60, 70 jaar die met een nieuwe diagnose van allergie komen. Okay. Dus dat is zeker mogelijk. Hè. Ja. Dus de technologie staat voor niets. Je hebt tegenwoordig de smartphones die ons leven beheersen. Er zijn heel veel apps waar je op kan zien wanneer welke boom de vervelende deeltjes aan het lossen is. En zelfs ook websites. Dat klopt, er zijn verschillende websites. Er is ook een app, zoals u zegt. Ik constateer die zelf ook af en toe. Ja. En dan kan je zien, à la minuut of op de dag zelf, wat men verwacht. En ook, je ziet de kalender, welke bomen. Ja. Alhoewel het belang daarvan relatief is, want dat loopt wat door elkaar, dat seizoen van bomen. En je bent meestal niet aan één boom allergisch, maar aan de meeste of alle bomen. Ja. En welke app gebruik jij dan? Hoe heet die? Dat is een goede vraag. Dat is een heel goede vraag. Ik zou moeten nakijken. Ja. Mijn gsm ligt daarachter. Ja, nee, dat maakt niet zo uit. Nu, uiteindelijk, is dat relevant? Is die informatie correct? Dat is relevant, omdat sommige behandelingen die gebruik je niet elke dag, maar op de dag dat je veel last hebt. Dus als ze mooi weer verwachten en dan wordt gewaarschuwd voor pollen, dan weet je dat je gewapend moet zijn voor die dag. Ja. Als het een regendag wordt, dan kan je alles een dag overslaan met sommige behandelingen. Oké. Okay. En best als je last hebt van je luchtwegen, best even langskomen om dan een juiste diagnose te stellen. Dat is altijd best, ja. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Mark Danen, pneumoloog van het ziekenhuis Oost-Limburg. Heel fijn dat je even tijd voor ons wilde vrijmaken.